Spilonking. Noemen ze dat ook echt Spilonking? Of ja, zo noemen ze dat. Oké. Of het een beetje raar wordt. Even kijken hoor. Hier zo. Lava caverns. Maar dat is het gewoon... Dan... Oeh. Wat is nou de bedoeling? Moet ik hier dan naar beneden? Oeh. Ja, toch? Lava caverns. Oké. Ja, denk je? Moet ik hier naar beneden? Want dat liep verder dus dood. Woehoe! Ik weet het niet zo goed meer. Ik vind het alweer reeds spannend hier. Hier is het verder donker. Dus hier zijn we nog niet geweest. Nee. Oh, hoor eens. Dat klinkt heel positief. Wapen in de aanslag. Oh, kijk uit! Achter je, Pielemans! Piep, piep, piep. Oh. Nou, oké. Zo. Dit loopt dood. Dat is goed. Dus we moeten naar beneden. Ja, hier. Verder naar beneden. Yep. Ik heb wel behoefte aan een lichtje. Oh, jij hebt een pijl en boog. Ja, en ik schiet hem voor zijn klikken. Headshot. Hop. Au! Oh, oh, twee. Ja, ik heb ze. Oh, ik schiet mis. Geeft niks. Ja? Oeh. Nee, dus dit is nieuw. Ik zie ook iron hier en daar. Gaan we die gelijk pakken of doen we dat terzijnde tijd? Ja, nou. Ons en terzijnde tijd, dat is van uitstel komt afstel. Zo. Om nog even een mooi gezegde erin te gooien. Gooi jij er even lekker een gezegde in. Hè? Gooi jij er even lekker een gezegde in. Ja. Ik zie geflikkerhoer. Spreekwoorden, gezegden. Waarom is het hier licht? Dit is... Daar zie ik nog een botje. Ik zie botje. Ik zie een botje. Ja, vertel. Oh, damn. Ik vind die lava heel eng. Nou, kan je het niet opstoppen dan? I'm trying. Ja en nee. Ik kan er iets opzetten. Oh, dan is het ook gelijk donker. Ja. Oké, daar gaan we. Oeh. Welcome. Welcome, my friend. Welcome to the lava caverns. Oh, son of a bitch. Ik ga hier heel snel blokjes neerzetten. Voordat we de lava in... Godver... Jeetje, we hebben dit gewoon allemaal net gemist, hè? Dit is spannend. Heb ik het gemist? Nee, maar hier zijn we vlakbij geweest en dit hebben we dus nog nooit gezien. Nee, nou. Wat goed. Kijk eens. Holy smackeroli. Dit is heel veel lava. Niet in die shit vallen, hè? Oeh, ik vind dit wel een moment voor een foto met Boris. Ja. Een beetje sightseeing met Boris. Hoe doen we dat dan? Dan neem je Boris in je hand. Ja, zo. Zie je hem? Ja. Of je zet hem maar neer. Rechtermuisknop ergens neerzetten. Hier, wat hier? Ja, van mijn part, oké. Oké, dat is Boris. En wat is nou ook weer de knop voor screenshot? Was het nou F2? Oh god, ik weet het niet meer. Ja, screenshot gemaakt. Zit met mij? Ja. Hey. Die wil ik wel zien hoor. Boris, ben je er nog? Dat is Boris. Boris is weg! Ik heb hem al doodgemaakt. Meen je dat nou? Ja, ik heb hem niet. Boris! Boris! Je hebt hem kapot geslagen dan of zo? Ja, ik heb hem kapot geslagen, maar ik heb hem dus niet opgepakt. Fucking hell. Nou. Boris! Good job. Nou, dat vind ik niet stoer. Dat vind ik niet leuk. Vind je dat niet stoer? Nee, dat is zeker niet stoer. Nee. Ik heb... heb jij Boris? Oh, niet in de lava, want dan is hij wel weg. Ja, ha. Oh, jongen, maakte ik me zorgen om jou. Kom, Boris. Hé, dat water, hè? Ja, dat is heel Ik ga dat proberen te pluggen. Hoe ga... Want als hij erin valt, dan ben je gewoon de sjaak, hè? En al onze spullen zijn... Blijf jij lekker daar? Want jij bent niet zo... Nee, ik wilde zeggen, jij bent niet zo handig, maar... Soms voel ik alsof ik voor spek en bonen meedoe. Ja, jij hebt ook spullen dat ik niet kwijt wil raken. Ja, als hij doodgaat, dan ben ik alle shit kwijt. Oeh, nog meer water. Not good. Je hebt het verkeerde weg... Ja, ik wil die gaten pluggen. Dan wil ik dus dat water gewoon stoppen. Oh, jeetje. Ja, je loopt er anders in, hè? Dat is echt kut. Hier. Plop, plop. Oh. Nee, ja, dat is heel lastig dit. Dat is heel fucked up. Oh, dat scheelt al. Oh, kijk eens. Wat staat er op het bordje? Tube of Obsidian Warrior. Oeh. Hier zitten we goed. Oh, maar dan zou hij dan onder het obsidian... Obsidiaan? Oh, ja, vliegt hij hier opeens? Waarom vliegt het in de brand? Wat is dit? Weet niet. Oeh, dat vind ik een beetje creepy. Oeh, kijk uit, want achter je is ook een lavastroom. Ja, ik zie het. Wat was het nou met die Obsidian Warrior? Die zit dus onder de lava. Ja. Ja, hoe kom ik daarbij? Oh, fucking hell. Oh, is toch eigenlijk wel voor het eerst dat ik obsidian zie branden? Ja, het enige wat ik kan verzinnen is zorgen dat die lava sowieso niet meer naar beneden komt. Ja, maar met wat dan? Hoe stop je dat dan? Ja, omhoog klimmen en dichtpluggen. Maar dat is het gaat een beetje hard fikken. Ja, ik kan het uitmappen. Echt waar? Oh. Jeetje, hoe kom ik daarin, joh? Fucking hell. Oké. Nou, dat is wel een mooie quest, dit. Geen idee wat ik moet doen, maar... Pracht van een quest. Fucking water vind ik al zwaar irritant. Oh, kijk uit, achter je. Ja, nou, laat hem maar komen. Waar is mijn boog? Oh, was hij mis? Oh, was hij ook mis? Nou, wat een ster. Je bent echt wel een ster archer. Ja, zag je het. Zo, maar dan moet je omhoog om dit te stoppen. Zo, mijn water is hier wel even gestopt. Ja, dat klopt. Ik zie daar nog meer gold trouwens. Oh, het is jou in ieder geval dit gelukt. Weet je. Oh, aan de overkant. Nou, zijn geen misselijke caverns dit trouwens. Dan zijn we dus gewoon keihard voorbij gelopen. Of in ieder geval. Maar, zou die misschien onder dit obsidian liggen? Want dat kan natuurlijk mijnen. Auw, ja. Fuck jongen. Ja, maar... Oh, wacht, hè? Dude, sterf. Zo, oh, nog één. Kijk hem eens blij stuiteren. Little shit. Hop. Ja, maar... Bullshit. Je hebt toch wel vaker obsidian gemijnd en dan viel het in de lava. Ja, maar goed, ik wil nou alleen even weten of dat, dat hier wat onder zit. Oh, oké. Nou, dat duurt zo lang, man. Nee, ik zie een blikje drinken. Op de kant denk je. Oh, kijk, plop, valt het erin. Wat zeg je? Heb je een blikje drinken? Jij hebt een blikje drinken voor je neus. Ja. Hoe, Ik heb geen flauw idee, hoe kom ik hier nou onder? Het enige wat ik kan verzinnen is elke keer water eroverheen. Ja. En dan de obsidian wegmijnen. En dan komt weer nieuwe lava, water overheen, obsidian wegmijnen. Zo kan je dus eronder komen. Heb je een bucket dan? Nee, ik heb alles weer in de kist gedaan. Oh, ik heb wel iron ingots. Oh, god, die heb ik niet teruggedaan. Ik kan een bucket maken. Ik heb een workbench. Heb jij een workbench meegenomen? Ja. Wil je hem hebben? Vrouwen nemen alles mee. Ja. Zo, hier, workbench. Ja, ik kan in ieder geval een bucket maken. Kijken of dat een... Of dat effect heeft. Nou, of dat het een slim idee is sowieso. Ik heb wel een hengel meegenomen, dat doen we wel. Snap je dat niet? Is het dan handig om de lava mee te nemen? Nee, dat is niet handig. Nee, maar ik dacht water scheppen en dan het eroverheen gooien. Ja, inderdaad. Wat de fuck was dat? Ja, dat is weer zo'n brandje. Ik kan niet scheppen. Oh. Dat is weird. Ik heb hier wel iron en redstone. Wat de f... Ik hoor rare geluidjes. Volgens mij zijn dat weer Pikman geluidjes. Wat is dat voor onzin, jongens? Ik heb hier wel goud. Ja, ik hoor Pikman. Oh dear, oh dear. Oh nee, het is een enderman. Ah, fijn. Ja, daar zijn we geen grote vrienden mee, hè, met die gasten. Nee. Zal ik hem gewoon eens even slopen? Doe dat. Nou, ik weet niet waar hij heen is gegaan, maar... Hij is weer verdwenen voor de zoveelste keer. Nare gewoonte van die endermens. Ja, endermens, ja. Dit loopt ook aardig door. Redstone. Ik heb auw. Wat de f... Dude. Dat is zwaar. Hop. Ik heb ook geen plan van aanpak, even. Oh, Nou, ik ben een heel klein stukje verder gelopen, want ik zie hier veel goud. Dus ik dacht, nou, dit pik ik even lekker mee. Oh, en ik zie nu ook redstone. Dan moet ik even oppassen, dat ik niet ineens in de lava val. Ik probeer te zoeken waar dit water heen gaat. Goed, ondertussen moet ik ook even iets van huishoudelijke aarde regelen hier. Huishoudelijke aarde? Ja, anders valt mijn laptop over een paar minuten uit. Oh, stekker zit er niet in. Ja, dat is lullig. Diep zei die en we zijn er. Noem je dat huishoudelijke aard? Je laptop aansluiten? Ja, praktische aard weet ik het. Oké. Nee, dat was onze... Ik wil mijn emmertje vullen, maar dat mag niet. Of dat kan niet. Een gezeik. Wanneer is water dan een bron? Wanneer is water een bron genoeg dat ik kan scheppen? Misschien dat hij niet moet stromen? Nee. Oh ja. Oh, kijk eens. Lukt het? Ja, ik heb een emmer water. En er verdwijnt ook gelijk een hele... Oh, kijk, er zitten veel spinnetjes daar. Ah, fijn. Hallo. Oh, ze kwam gelijk achter me aan. Ik trek even een sprintje. Hoor je dat? Nee. Wil ik het horen? Miste dik. Ik het ook niet. Hij laat wel een blokje shite vallen. Oké. We gingen proberen om daar onder te komen. Ik ga dit even dicht doen. Ik vind dat lava echt creeping me out. Ja, jeetje. Dan ga ik dus... We gaan dit wegmijnen. Een paar blokjes. En dan ga ik er water op gooien. En dan ga ik er nog een paar blokjes op gooien. Ja, kijk maar wat het doet. Ja, maar... Ja, maar... Wat? Zit hij niet onder de stroom? Ja, weet ik veel. Ah, dit gaat langzaam. Jeetje. Nou, als je eens weet dat dit werkt. Plop, water. Ja? Plop, weer weg. Oh, oké, en dan? Oh. Nou ja, weer opnieuw bikken. Want dat blokje lava is dan obsidiaan geworden. Ik vind obsidiaan leuk hoor. Dat is ook een leuk woord. Dat is veel leuker als obsidian. Oh, maar dat vult hem weer. Ja. Son of a bitch. Pijp. Ja, en wat doe je daar tegen dan? Ja, weer met water. Ja, weet ik veel. Ja, maar dat vult hem elke keer. Dan ben ik... Ja, dat is een beetje een monnikenwerk. Monnikenwerk? Nee, het is gewoon ook zinloos. Ja. Zinloos, zeg ik. Kunnen we hier niet omheen? Wat... Oh, er komt zo'n skeleton... Oh, hij staat in de fik, joh. Ja, hij valt de lava in, sukkel. Kom. Oh, volgens mij is er iets van een spawner daarachter, want er komt er weer zo'n gast aan. Oh, zo. Nee, ze spawnen in het donker. Waarom wil je mij hebben? Ja, hij loopt mij gewoon keihard voorbij. Ja, wacht eens even. Ik neem wel even mijn workbench mee. Nee, ik ga alleen maar een paar fakkels hierop hangen. Ah. Want volgens mij loopt het gewoon verder dood. Daarboven zit die enderman. Het is hoog hier trouwens, zeg. Oh, wat bitch. Het is hier echt heel hoog. Hop. Hop, hop. Hé, hey, dat klinkt misschien raar, maar zie je dit? Oh, hier zit zo'n gang van een blokje, waar dan geen lava naar beneden stroomt. Zou je daar dan tussendoor kunnen lopen of zo? Ja, vast. Ik heb alleen niet zoveel... Ja, ik heb een paar, maar... Wacht. Waarom doe je het niet? Vertel. Zo, waar komt die vandaan? Die valt er gewoon in, hè, die sukkel. Sukkel. Oh, dit is slim. Dit is... Nee, dit is niet slim wat ik doe. Ik weet niet hoe ik eronder moet komen. Daarom is het ook een hard quest, hè? Ja. Ik heb echt een flauw idee hoe ik dit moet doen. Jij wil een paadje maken? Hoeveel steen heb je? Ja, 4, maar ik loop als een idioot op met de rechter muisknop te klikken, maar hij doet niks met mij. Ja, je kan alleen steen tegen een... Oeh, zo. Tegen een bestaand blokje plaatsen. Oh. Ja, jongens, als ik... Oh, als ik... Ja, dit is wel heel spannend. Oeh, Tijn de fik, Tijn. Nee, er sliep een creeper achter je, maar echt waar? Ik kon het niet verwoorden. Nou ja. Nou ja, iedereen die ons aangevallen, die flikkert gewoon de lava in. Dat is wel lekker makkelijk. Ja, dat is mooi. Ja, je staat er een bitch. Ik vind het hier een stuk gezelliger worden ineens. Nou, dat is wel lekker licht. Ik wil wat meer steen hebben als ik dat pad ga maken. Hey, gold. Nou zeg, dat is nice. One round of gold. Nog meer gold. Ik ga er niet naar beneden gaan, want... Precies. Hop. Heb je... Ik ben zo bang dat ik dood ga. En dan ben ik allemaal spullen kwijt. En ook echt, echt heel droevig. Nou goed. Als ik mijn eigen omdraai en recht blijf lopen, is er niks aan de hand. Gewoon geen onverwachte bewegingen maken. Er zit achter me niks, hè? Dat ik niet met mijn rug alsnog de lava inloop of zo. Nee, nog niet, maar... Nog niet. Dat is comforting. Ja, dit gaat helemaal nergens zijn. Nee? Nee. Oh, ja, nou, naar een andere grot. Ja, maar wat jij wil, misschien zit er wel iets heel spannends. Het is niet voor niks hard. Zo, ik krijg er wel een kippenvel van. Spannend hoor. Ik word weer Ja, ik word ook nog van alle dagen vallen. Oh, toen had ik nog met 3 hartjes. Heb ik eten meegenomen? Zo slim was ik niet, hè? Ik heb 3 broden bij me. Ah, broden, oké. Ja, nou ben je wel blij dat ik altijd alles meeneem, hè? Ja, daar ben ik heel blij om, ja. Iron shit. Ah, nog meer iron shit. Ik vind het wel een rete spannende doorgang, ja, moet ik eerlijk zeggen. Waar ben jij? Ik ben iets... volgt de fakkels, volgt tortjes. Oh ja, aan de rechterkant, hè? Nee, dat heb ik alweer verkloot. Oh. Ja, het is... Oké. Zombie, 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 zombie. Zo eng zijn we. Moeten ook een goede naam, andere naam hebben voor zombies, vind ik hoor. Wat? Ja. Waarom? We hebben familie de Boer en de Diks, maar... Ja, dan maak jij ervan. Ja. Ik geloof niet dat mensen zitten te wachten op onze... Dit loopt dood, trouwens. Oh. Dat is jammer. Ja. Ja, goh. Dan gaat ons een goed idee weer. Masterplan. Weet je, ik kan heel veel steen bikken en dan gewoon recht omhoog bouwen. Ja. Strak plan. Ja, meen je dat nou? Ik ben voor. I'm for it. Oké, dan ja, kies maar een muur. Je ging toch omhoog? Nee, ik ga het eerst stenen. Ik heb toch steen nodig om te springen. Springbouw. Weet je nou wat ik bedoel? Ja, ik weet wat je bedoelt. Springbouw. Got me some coal. Zo. Kijk uit dat je naar beneden donderstraalt, hè? Nee, dat zou... Ik heb 57. Dat wil ik en Boris niet, natuurlijk. Oh ja, jij hebt Boris bij je. Boris. Boris, de friendly pumpkin. Ik ga dan wel vlak naast die lava omhoog. En ga gewoon kijken of ik het dicht kan maken, eigenlijk. Ja. Veel groter plan heb ik niet. Maar, Ja. Ga ik weer even door dit paadje lopen. Joh, je legt er nog half te fikken. Scary stuff. Ja man, dit is echt... Nou, dit gooi ik maar even dicht. Kan ik ook terug? Oh, ja, je kan alles. Ja, niet dat je me straks... Ik ben al omhoog aan het gaan. Oké. Oh ja.